Minister Robert Pernuy van Onderwijs en Wetenschap en Cultuur en zijn ambtgenoot van België, Guy van Engel, hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst getekend. De samenwerking is gericht op Nederlands als instructietaal, meertaligheid en integratie. Minister Pernuy zegt dat de overeenkomst zeer belangrijk is omdat Suriname een leidende rol wil vervullen in het onderwijs. Voor hem is belangrijk dat het Surinaams onderwijs op kort termijn naar een hoger niveau getild wordt. Wat wij zeker ook in de expertise meenemen die de Belgen ons zullen bieden, dat is wat zij reeds hebben ontwikkeld en wat wij noemen in de beleidsgedachte van de regering het Early Childhood Development en wat wij noemen, het heet de eerst voorschoolse educatie, maar wij noemen het in samenhang met de Belgen wat zij noemen de peuterscholen. Echt. Er is al reeds een curriculum ontwikkeld in België. Zij hebben ook de deskundigheid om uiteindelijk onze leraren die pedagogisch getraind zijn te transformeren om met de doelgroep van peuters om te gaan. En wanneer wij praten over peuters, dan praten wij over een doelgroep 2,5 en 4 jaar. En ik denk dat de ondersteuning vanuit de Belgische regering zeker voor ons nuttig zullen zijn, omdat we altijd zeggen, onderwijs is niet statisch, onderwijs is dynamisch. Ook Van Engel is zeer ingenomen met deze overeenkomst. De Belgische minister benadrukt dat de uitvoering van dit project niet maanden op zich zal laten wachten. Volgens hem moet deze overeenkomst de aanzet zijn voor samenwerkingen op andere gebieden. Het is de bedoeling en onze vaste wil om een samenwerking op lange termijn uit te bouwen. Het onderwijs is de perfecte insteek om dat te doen, maar het moet niet uitgesloten worden dat naarmate dat de banden aangehaald worden, wij ook op andere terreinen met elkaar in zee gaan. Ik denk aan cultuur, waar wij denk ik elkaar ook wel wat te bieden hebben. Ja. Ik ben nog altijd onder de indruk, collega, van het bezoek dat we hebben mogen brengen aan Marcel Pinas. Imongo, een autoriteit in hedendaagse kunst. Guy van Engel, minister van Onderwijs in België. Hij heeft samen met minister Robert Pernuy een samenwerkingsovereenkomst getekend. Beide ministers maken zich sterk voor een hechtere samenwerking tussen Suriname en België, waarbij onderwijs een belangrijke rol zal vervullen.